Op 9 mei 2008 brak brand uit in een loods van een watersportbedrijvende punt in het noorden van Drenthe. Een eenheid van de gemeentelijke brandweer kwam ter plaatse en besloot de brand in Pandig te bestrijden. Kort nadat vier brandweerlieden de loods waren binnengegaan vond er een plotselinge heftige branduitbreiding plaats. Drie van de vier brandweerlieden raakten door het vuur ingesloten en zijn daardoor om het leven gekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een reconstructie gemaakt van de brand in de punt om een antwoord te vinden op de volgende vragen: Hoe heeft de plotselinge branduitbreiding kunnen gebeuren? Waarom heeft de brandweer de plotselinge branduitbreiding niet zien aankomen? Wat kan de brandweer van dit ongeval leren? De brand vond plaats in een 75 meter lange loods die dient voor stalling en onderhoud van kleine schepen. De loods is gebouwd op een stalen frame met wanden van staalplaten en een dak van staalpanelen met isolatievulling. In het achterste deel van de loods zijn drie kleinere lokalen door middel van stenen muren en een houten plafond gescheiden van de grote loodsruimte. Het linker lokaal doet dienst als magazijn. De brand is in deze ruimte begonnen. In de grote loodsruimte stonden aan weerszijden boten en enkele voertuigen opgesteld. In het midden was vrije loopruimte. Links, achter in de loods, gaf een kleine deur toegang tot het magazijn. Deze deur stond tijdens de brand open. Het magazijn was tevens in gebruik als werkplaats voor crossauto's. Er lagen autobanden en andere brandbare materialen opgeslagen. Links achter in het magazijn bevond zich een houten meterkast. Een technisch mankement in de meterkast heeft de brand veroorzaakt. De brand is omstreeks zeven minuten over twee smiddags ontdekt door een van de personeelsleden. Rond de tijd dat de brand is ontstaan zijn drie medewerkers van het watersportbedrijf in de loods aanwezig. Eén van de medewerkers loopt langs de openstaande deur van het magazijn waar een knetterend geluid zijn aandacht trekt. Hij kijkt naar binnen en ziet vlammen tussen de rechte bovenkant van de meterkast en het plafond van het magazijn. De medewerker waarschuwt zijn twee collega's dat er brand is. Hij pakt een brandblusser uit de kantine, loopt daarmee het magazijn in. En spuit het leeg in de vlammen. De vlammen verdwijnen korte tijd uit zicht, maar daarna laait het vuur weer op. De medewerker krijgt een tweede blustoestel van zijn collega aangereikt en een natte lap om zijn gezicht mee af te dekken. Het blijkt echter onmogelijk om opnieuw het magazijn binnen te gaan, omdat de gehele deuropening al met rook is gevuld. Dit wijst op een zeer snelle uitbreiding van de brand. Het gele materiaal dat te zien is op de hogere delen van de wand, ook boven de meterkas waar de brand is begonnen, is onbedekt schuim van polyurethaan. Het schuim is ook op het houten plafond aangebracht. Polyurethaanschuim is een luchtig en brandbaar materiaal. Hierdoor kon de brand zich zo snel langs de wanden en het plafond van het magazijn uitbreiden. Terwijl de deur open blijft staan en de mannen het vuur horen knetteren, rennen zij door de loods naar buiten. Ondertussen rolt achter hen een rookgolf door het dak van de loods naar voren. 31 uur, goedemiddag, AC over. AC, 31-11, op weg naar de... ...voor de woningbrand. Heeft u meer gegevens erbij? Ja, het is een bedrijfsbrand, in ieder geval brand in de meterkast. Volgens mij is dat bij... ...Watersport. Door de snelle branduitbreiding raakt de hoeveelheid zuurstof in het magazijn uitgeput... Door de openstaande deur stroomt rook uit het magazijn naar de loodsruimte, maar de deuropening is te klein om tegelijkertijd voldoende verse lucht binnen te halen om de brand te onderhouden. Na verloop van tijd zakt de temperatuur in het magazijn. Er ontstaat hierdoor onderdruk waardoor verse lucht het magazijn kan binnendringen. Doordat de brand opnieuw over zuurstof beschikt, laait het vuur weer op. Er ontstaat hierdoor een nieuwe piekfase. Die overdruk in het magazijn genereert, waardoor rookgassen krachtig naar buiten worden geblazen. Zo'n afwisseling van piekfase en periode van betrekkelijke rust noemen we een pulserende brand. Een pulserende brand ontstaat bij beschikbaarheid van voldoende brandstof in een ruimte met beperkte toetreding van verse lucht. Een pulserende brand is gevaarlijk omdat deze zich onregelmatig ontwikkelt. En omdat zo'n brand veel onverbrande gassen produceert die giftig zijn en bovendien kunnen ontbranden. Na enkele minuten betrekkelijke rust bereikt de brand opnieuw een piekfase. Getuigen zien weer een rookgolf door het dak naar voren rollen. De rook komt nu ook door de grote deuropening naar buiten. De rook wordt aan de achterzijde van de loods door de kieren naar buiten geperst in grote hoeveelheden. Brandybalkhaler. Met... Uh... Hallo! Hoi, hoe lijkt het? Ja, slecht. Ja, wat is slecht? Dat, uh, bij elektrisch is gaan branden het hele achterste gedeelte staat al in de brand. Achterste gedeelte staat volledig in de brand? Ja. Oké. Okay. Slaan okay. de vlammen er al uit of niet? Uh, ik heb uh, de rook, het is heel veel rook. Oké, okay. nou de die is ieder moment bij hoor. De brandweer die op dit moment aankomt rijden, neemt de rook waar die laag over de weg trekt. Juist teruggebeld door de melder, nu via Driebergen. bergen. De volledige achterzijde zal in brand staan over? Ja, dat hebben begrepen. We zijn onderweg. weg. Ja, ik, uh, ik heb zicht op brand. Ik zie er ook al. Maak een middelbrand van bij deze. Middelbrand opvangen. Bij het ter plaatse komen is de brand in een nieuwe rustfase gekomen. Er is aan de voorzijde van de loods geen rook te zien. Een politieman informeert de brandweerlieden dat er links achterin brand is... en dat er geen personen meer in het gebouw zijn. De brandweer kijkt door de openstaande deur van de loods naar binnen... De brandweerlieden zien alleen links achterin bij de deur van het magazijn een klein beetje rook. Zij concluderen dat het bij nader inzien met de brand nogal meevalt. Maar de brandweerlieden hebben geen vermoeden van de grote hoeveelheid brandbare rookgassen die zich in het puntdak van de loods heeft verzameld. De open gekantelde grote deur ontneemt hun wellicht het zicht op deze rook. Vier man van de brandweerploeg betreden de loods voorzien van een hoge drukstraal. Hun opdracht luidt. ...verkennen en eventuele brandhaard blussen. Binnen in de lood stopen de brandweermannen onder de rookgaslaag door. Eén van de vier gaat weer naar buiten omdat de slang vast blijft zitten. De rookmassa onder het dak heeft zich met verse lucht gemengd tot een explosief lucht-rookgasmengsel. Slechts een ontstekingsbron is nodig om dit mengsel te laten ontbranden. Als de brand in het magazijn een volgende piekfase bereikt, slaat het noodlot toe... Achter in de loods verschijnt een steekvlam die de rookmassa doet doorbranden. In enkele seconden verspreidt het vuur zich onder het dak van de loods. Getuigen buiten de loods horen een doffe knal. De loods staat nu volledig in brand. De rookgassen branden verder, met name in de grote deuropening waar deze zich met verse buitenlucht mengen. Op deze plek ontstaat een grote vuurzee. Voor de drie brandweermannen in de loods is de terugweg afgesloten. Ze slagen er niet in uit de brandende loods te ontsnappen en komen korte tijd later om het leven. De brandwielieden in de punt zijn het slachtoffer geworden van een rookgasexplosie. Een rookgasexplosie is een weinig voorkomend maar levensgevaarlijk verschijnsel. Het doet zich alleen voor bij binnenbranden indien sprake is van de volgende omstandigheden. Er is sprake van een slecht geventileerde brand die veel onverbrande rookgassen produceert. De onverbrande rookgassen verzamelen zich in een andere ruimte dan waar de brand is. De onverbrande rookgassen kunnen zich gedurende enige tijd mengen met lucht tot een explosief mengsel. En nadat zich een explosief mengsel heeft gevormd, volgt ontsteking. Branden in gebouwen zijn gevaarlijk. In het algemeen geldt hoe meer de brand in het gebouw is opgesloten, hoe gevaarlijker deze is als er in het gebouw weinig stroming is kan dat betekenen dat de brand weinig verse lucht ontvangt en daardoor onverbrande dus nog brandbare rookgassen produceert weinig stroming betekent bovendien dat de rookgassen zich in het gebouw kunnen verzamelen de brandweer nam bij het aanrijden naar de loods veel rook waar die rook kwam niet uit een deur of een raam maar werd door de kieren van het dak geperst dat wijst erop dat er al veel rook onder het dak van de loods aanwezig was het rookbeeld wijst ook op afwezigheid van stroming in het gebouw. De rook steeg niet op, maar bleef laag bij de grond. Dit wijst op een lage temperatuur van de rook, die onder het dak van de loods enige tijd heeft kunnen afkoelen. Ook dit is een aanwijzing voor afwezigheid van stroming in het gebouw. De brand zat aanvankelijk in het magazijn opgesloten. Er was geen directe verbinding met de buitenlucht. Maar als er in het magazijn een openstaande deur of raam was geweest had het rookbeeld er heel anders uitgezien. Door zo'n opening was een uitstroom van rookgassen, maar ook een ingaande stroom van verse lucht in het magazijn mogelijk geweest. De ingaande stroom zorgt in dat geval voor ventilatie van de brand, waardoor er minder kans is op de vorming van onverbrande rookgassen. De uitgaande stroom zorgt dat rookgassen het gebouw verlaten, waardoor er minder kans is dat de rookgassen zich in het gebouw verzamelen. Bij het bestrijden van een brand in een gebouw is het voor de brandweer van belang om de stroming in het gebouw te begrijpen. Toen de brandweer aan de voorzijde van het gebouw ter plaatse kwam, was er geen rook meer te zien. Het contrast met heftige rookuittreding tijdens het aanrijden was groot. Een sterk wisselend rookbeeld kan duiden op een pulserende brand. Een pulserende brand betekent beperkte ventilatie. Een beperkt geventileerde brand kan gevaarlijk zijn. Bij het bestrijden van brand in een gebouw is het van belang dat de brandweer let op wisselingen in het rookbeeld. Omkeringen van de stromingsrichting van en naar de brand betekenen gevaar. De binnenaanval is een effectieve methode om branden in gebouwen te bestrijden, maar zo'n binnenaanval is ook gevaarlijk. Binnenbranden kunnen zich plotseling uitbreiden en daardoor brandweermensen overvallen. Er bestaan verschillende vormen van plotselinge branduitbreiding. Zoals de flashover, de backdraft en de rookgasexplosie. Het is van belang dat de brandweer deze verschijnselen begrijpt en situaties herkent waarin deze zich voor kunnen doen. De brandweer moet beschikken over de juiste vakkennis om branden effectief en vooral op een veilige manier te kunnen bestrijden.